De volgende spreker is Bert Veenstra, die namens zichzelf op de toch een beetje namens de PvdA op het podium komt. Bert. Beste mensen, ik spreek hier inderdaad eerst op persoonlijke titel en daarna ook nog namens de groep van Partij van de Arbeid die zich basiszekerheid noemt. Wereldwijd en ook in Nederland zijn er grote problemen die moeten echt worden opgelost. Wereldwijd, werd net al gezegd, 2,7 miljard mensen leven in armoede. In Nederland 1 miljoen en nog eens 1 miljoen op de rand daarvan. 1 op de 10 kinderen in ons land gaat met honger naar school. Ongelijkheid in inkomen neemt nog altijd toe. We hebben dat nu ook weer gezien met Prinsjesdag. Inkomen en vermogen zou eerlijker verdeeld moeten worden. De rijkste 1% van alle mensen bezit 50% van alle vermogen. 42 mensen van deze planeet bezitten evenveel geld als de armste 3,7 miljard. Veel mensen, ik heb het weer over Nederland, kunnen geen woning vinden. Lange wachtlijsten. Tallozen hebben gelukkig wel een huis, maar betalen een veel te hoge huur ten opzichte van hun inkomen. Het systeem van toeslagen en sommige fiscale kortingen, die werken niet goed. Het terugbetaaldrama kennen we allemaal en het leidt tot een armoedeval. Werken loont niet. Nou, een basisinkomen en alles wat erop lijkt. Het zou een heel goed idee zijn, ook als je ziet wat we nu doen in tijden van corona. Ik beroep me ook op de grondwet, artikel 20, en het manifest van de universele rechten van de mens. Hierin staat dat de overheid moet zorgen voor een fatsoenlijk bestaan. En uiteraard is dit nadrukkelijk vermeld ook in het manifest van Partij van de Arbeid. Dus daar ben ik dan nu gekomen. Hoe zit Partij van de Arbeid erin? De netwerkgroep, die hebben we opgericht in de Partij van de Arbeid, met eigenlijk door de motie van Hans Lindeyer. Hij is hier ook. In 2018. En die motie die luidde, red de Partij van de Arbeid, kies voor een basisinkomen. Daarom hebben wij die netwerkgroep opgericht en we hebben een projectgroep gevormd. En die projectgroep heeft aanbevelingen gedaan naar de verkiezingsprogrammacommissie van Partij van de Arbeid. De conclusie, die is ingediend voor nu, daar ben ik wel teleurgesteld over. He, want het basisinkomen wordt nog niet helemaal als een betaalbare, breed aanvaarde manier gezien om bestaanszekerheid te garanderen. Maar er staan ook heel veel voordelen in dat rapport en die zijn aan de verkiezingsprogrammacommissie meegegeven. En de voordelen die zijn, is al genoemd, emancipatie, zelfontplooiing vanuit gelijkwaardigheid. En ook om mensen, dat is heel belangrijk, eigen regie te geven. Dat wordt zeker ook door Partij van de Arbeid onderkend. Het ingewikkelde toeslagensysteem en allerlei sociale regelingen, die kunnen op de schop, die kunnen we vervangen. Bureaucratie, toetsing, controle, nou, daar hebben we de buik van vol. Het basisinkomen kan mensen in één klap economisch zelfstandig maken. Het rapport heeft ook adviezen opgeleverd aan Partij van de Arbeid. En dat zijn fundamentele systeemveranderingen en kunnen ook als stappen worden gezien op weg naar een basisinkomen. Ik zal ze noemen. Verhoog het sociaal minimum structureel. Doe dat op basis van de Europese armoedegrens, 1325 euro per maand. En dat is maar liefst 1/3 hoger dan nu onze armzalige bijstand. Individualiseer die bijstand ook en schrap die kostendelersnorm, hè, en laat mensen de bijstand ook bijverdienen. Sorry. Herwaardeer sociale werkvoorziening. Garandeer beschut werk. En laat nieuwe instroom ook toe bij die sociale leerwerkbedrijven. En breek met de participatiewet. Voorkom uitzichtloze schulden. Zet in op preventie, educatie, vroegsignalering en pak het verdienmodel. Komen nog twee. Ik denk hele goede adviezen aan Partij van de Arbeid
stappen op weg naar het basis komen. Verklein de kloof tussen minimumloon en loonontwikkeling. Moderniseer het wettelijk minimumloon. Ga uit van een minimumuurloon in plaats van een weekloon. En koppel dit ook aan het gemiddelde uurloon. En dan, in combinatie daarmee, verlaag de belastingdruk voor alle inkomens tot modaal. Dat is de groep die afhankelijk is van toeslagen in dit land. Dat zijn 5 miljoen mensen. Verlaag de laagste belastingschijf en creëer ook een nieuw toptarief. Introduceer ook graag een heffingskorting voor lage inkomens om werkende mensen aan een fatsoenlijk inkomen te helpen. Allemaal overeenkomstig ook die grondwet van ons. Dit kunnen eerste stappen zijn naar een toekomstig basisinkomen. Het basisinkomen is voor PvdA op langere termijn een interessant concept om ruim baan te geven aan onze waarden. Vrijheid, emancipatie en autonomie voor ieder individu. Hoe gaan we dat nou doen? Ook bij Partij van de Arbeid. Je kunt invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door lid te worden van de Partij van de Arbeid. En dan kun je digitaal stemmen op moties en amendementen om het basisinkomen in het programma te krijgen. En dit jaar komt dat verkiezingsprogramma komt op de markt in concept. En we hebben nog tot aan het congres volgend jaar om zeg maar wijzigingen daarin aan te brengen. Nou, tot slot. Wil je meepraten over voorstellen? Woensdag 30 september organiseert Partij van de Arbeid een webinar, een videogesprek waar je aan mee kunt doen. Houd in de gaten en geef je op om de uitkomsten van dit advies, de uitdagingen en ook hoe het verder moet met elkaar te bespreken. Wees daarbij van harte welkom. Dank u wel. Dankjewel, Bert.